Want ja, je kan er niet omheen om toch te blijven denken van, oh, zou dit gedraaid kunnen worden? En dat hebben we bij deze helemaal losgelaten. Van, we gaan gewoon, als we het zelf vet vinden, dan vinden we het vet. En als het niet willen draaien, dan willen ze het niet draaien. Maar wij vinden het super gaaf. We zijn weer aan het experimenteren wat je eigenlijk doet als je lekker bij elkaar gaat zitten en er geen druk is. En dan wil je alles uitproberen. En ik denk dat we dat nu meer dan ooit hebben gedaan. Stars on the street, down from the ceiling, under your feet. Zoek een balans tussen, want we zijn toch een popband, dus om die popsound daar neer te zetten, maar dan popsound plus nog. Wat er nog in ons nog meer zit. We als band hebben nooit meegemaakt dat het eerste liedje wat we schreven, dat werd opgepikt door de radio en dat ging gelijk heel goed. Dus dat was een soort van zo'n snelle start, zeg maar. Echt binnen 3 maanden speelden we van de kroeg op Lowland, zeg maar. Dus het ging gewoon heel, heel hard. Wave and take off. Als band hadden we het ook wel, was het gewoon fijn om even die tijd te hebben dat je kan ontdekken wat je vet vindt en soms ook uit de bocht vliegen en dan erachter komen van oké, dat is het vooral niet. Dus ja, dat bepaalt wel een beetje je geluid en je identiteit, denk ik. Now I see stars in your eyes. Aan de andere kant hebben we ook volgens mij het snelste nummer op de plaat wat we ooit hebben gemaakt. En dat begon echt als een soort punknummer. Maar dat is juist ook weer vet. Dat is dan het meest extreme nummer. En Together Forever is juist weer heel erg melancholisch bijna. En daar zit alles een beetje tussenin ofzo. Last from the past. Januari kwam de eerste single uit, Stardust. En ja, voor ons is het wel, dit album past gewoon bij dit jaar. Dit jaar staat in het teken van dat album. En dus ja, toen besloten we wel om 2015 ervan te maken. Ja, nou ja, 2015 is gewoon het startpunt van. Wij noemen het dan zelf Handspoot 3.0. Want dan, ja, weet je, dit is het derde album. En we zijn ook al, dit is dan de derde bandformatie. Now I see stars in your eyes. Dus dan, dit is de harde kern en hiermee willen we verder. Dus dan is voor ons 2015 het gewoon gaan.